Bocoloco is een aanloophuis voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat is eigenlijk een heel ruim begrip. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld financiële problemen hebt of dat het relationeel allemaal niet zo goed gaat, tot mensen die opnames in psychiatrie gekend hebben. Maar in feite staan wij open voor iedereen. Wij willen graag de verbinding maken met de buurt, op welke manier dan ook. Ik ben voltijds in Nieuw-Gent aanwezig. Dus ik loop hier constant rond in de wijk, probeer zichtbaar te zijn. Door het feit dat je heel veel sociale woningbouw hebt, merk je ook wel dat er hier heel veel kwetsbare mensen wonen. En dan is er voor een stuk ook op vraag van de sociale regie in Stad Gent zijn we hier begonnen met een nieuwe ontmoetingsplek. Ik was op dat moment veel vrienden kwijt na een eerste opname. En ik had echt nood aan sociaal contact. En daarmee ben ik dan toch eens afgekomen. Ik vond dat heel moeilijk. Het is toch een drempel. Maar ik had dat echt nodig. Wekelijks is er een bezoekersvergadering waar dus iedereen zijn voorstellen kan doen. Maar ook wordt gezegd wat de activiteiten zijn. Je moet gewoon jezelf zijn en je talenten tonen. Dingen. Dat is eigenlijk de uitdaging van Popoloco. Iedereen wil een kansen lieten groeien. Mensen die echt geen geld hebben, die echt wel kopen. Hier kost het eten goedkoper, dat is 3,5 euro. En hier kiezen ze zelf wat ze graag koken. Hè. En ze kunnen meer met koken, ze kunnen goedkoop drinken. Eigenlijk is dat allemaal open voor iedereen. Ik denk dat het belangrijk is dat Popoloco niet alleen is voor mensen met moeilijke problemen. Ik heb vroeger aan drugs gezeten en aan alcohol. En door daarmee te stoppen, tegelijk, ben ik wat in depressie geraakt. Ik doe het liefst zo de uitstap. Omdat anders, als ik zei, ik ben alleen en dat komt er niet van. Ik ben hier terecht gekomen omdat ik ook hoorde, iets nieuws, het is een nieuwe Gent. En dat moet zijn, ik ben vanaf de eerste keer zo hartelijk ontvangen. Ik heb hier rap vrienden gemaakt, ja. Het is zeer belangrijk, denk ik, dat er op lange termijn meerdere van die plekken in Gent komen. Ik denk dat de stap soms om naar psychiatrie te gaan nogal vaak hoogdrempelig is. En mensen komen daar vaak ook alleen maar terecht wanneer dat echt misloopt. Maar de meerwaarde van een plek als deze kan zijn dat je er hier gewoon kunt over praten en soms is dat al meer dan genoeg. Om te laten zien in Nieuw-Gent dat we hier zijn, gaan we op 1 mei een groot openingsfeest organiseren. We weten dat er ondertussen bekervoetbal is, maar mensen kunnen ook hier op groot scherm naar het voetbal komen kijken. Dat gaat een barbecue zijn en wat muziek en zo. Een gezellige namiddag.